Yo, de gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Never in the Glory. Ik ga niet direct potjes spelen. Het is al wat later op de avond, dus dat bewaar ik voor morgen. Maar de FUT Champions Weekend League Rewards zijn ready to be claimed. We hebben het de vorige Weekend League goed gedaan. We zijn tot Gold 1 gekomen. Daar ben ik heel blij mee met ons goedkope Bundesliga team. Gold 1. Ik dacht dat je 250k pakketjes kreeg, maar in de comments zeiden jullie allemaal nee, je krijgt 200k pakketjes. Nou, dat is natuurlijk nog veel beter. De 50.000 coins zijn ook heel lekker. De vraag is natuurlijk of je geluk gaat hebben in die 100k pakketjes. In de vorige Weekend League Rewards was dat niet zo. Dat was echt heel dramatisch. Dus ik hoop dat we nu met 200k pakketjes een beetje geluk gaan krijgen. Een blauw duimpje zou ik super tof vinden. Je kan abonneren, dan krijg je voortaan elke video in je subbox en 100k pakket. We krijgen geen walkout, maar we krijgen wel één grote sterretje. Banega is dat. Oké, misschien kan er nog iets anders leuks tussen zitten. Nolito, Danny, Kaka. Ja, dit is allemaal discard, hè. Dit is allemaal discardwaarde. Asamoah, die is misschien nog duur. Die hebben we al. En Banega. Ja, en voor de rest, jongens, zal ik je vertellen. Dit is niet een goed pakketje. Ik ga het allemaal in mijn club sturen en ga het ander moment wel verkopen. Maar dat was niet om over naar huis te schrijven. En dan het volgende 100k pakketje. Weer geen walkout, kom op. Wel weer een groot sterretje. Wat zat hier? Hier speel je dus 40 potjes voor. Ik bedoel, ik snap dat het niet altijd goed kan gaan. Maar, oh nee, trouwens, Remy is wel wat duurder. Walcott kan nog misschien wel wat zijn. Dit is wel veel beter dan het vorige potje. Peacecheck is misschien al wat duur. Hier krijgen we ongeveer, denk ik, 10, nou, misschien nog wel meer, 15.000 coins uit. Maar heel shit weer. Echt heel shit. Nou, ik heb alle spelers waarvan ik denk dat ze duur zijn eruit gehaald. En de rest gaan we gewoon discarden. Dit zijn hele slechte packs, jongens. Dit zijn echt hele slechte packs. 100k packs. Nou ja, we gaan het volgende weekend weer proberen. Fout, ik ga het helemaal niet dit weekend weer doen. Ik heb even over nagedacht. Het is nu een dag later. En toen ging ik rekenen. 40 potjes Weekend League duurt ongeveer 13 uur. Toen ik nog in de horeca werkte, verdien ik ongeveer 10 euro per uur. Dus dan met 13 uur zou ik 130 euro verdienen. Met 130 euro kan je, als je ja, een beetje slim je FIFA points koopt, toch wel ongeveer 150.000, 160.000 FIFA points kopen. Als jij 150.000 FIFA points hebt, kan je daarmee 100, 150 FIFA points pakketjes openen. Uit elk pakketje krijg je minimaal 1000 muntjes. Als je het een beetje goed verkoopt, zo. Dat is minimaal. Dus echt als je 100 pakketjes alleen maar shit packt. En daarmee zou je dan meer coins verdienen dan Weekend League. En dat is natuurlijk iets wat je weet van tevoren. Ja, er is een hele grote kans dat je niks uit die pakketjes krijgt. En toch speel je die wedstrijden. Dus het is je eigen risico. Maar is het de meest nuttige manier om coins te verdienen? Waar we natuurlijk naar op zoek zijn met Never in the Glory. We willen weten hoe je zo makkelijk mogelijk coins kan verdienen. En daarmee Divisie 1 kan gaan winnen. Of een team kan bouwen dat daad kan die daar een toe is om dat te doen. En daarom heb ik eigenlijk geconcludeerd dat wij gewoon weer lekker doorgaan in de divisies. Je zag net de packjes die ik heb geopend. Zat bijna niks in. Ik denk dat ik het uiteindelijk nog voor 30.000 coins heb kunnen verkopen. Misschien net iets meer. En dat is mooi meegenomen. Dat zijn coins die heel hard welkom zijn. Want ja, het is en natuurlijk blijft het gewoon een serie waarin wij zelf munten moeten sparen. We hebben nu 80.000 en daar kan je heel veel mee. Maar dat is dan ook mijn vraag aan jullie. Ik ga nu verder geen potjes spelen of wat dan ook. Ik wil gewoon alleen van jullie weten. Moet ik het Bundesliga team gaan verbeteren met de munten die we hebben gekregen? Of moet ik een tweede team gaan bouwen? Zoals jullie weten heb ik een aantal wisselspelers gekocht. Kon je in de vorige video zien. Eentje daarvan is Martial. Ben ik zelf heel erg fan van. Mane ben ik ook heel erg fan van. Sissoko ben ik ook heel erg fan van. Dat zijn eigenlijk de drie spelers die ik bijna altijd wissel. Is het misschien een idee om een BPL team te gaan bouwen. En dan daarmee door de divisies te gaan stomen. Beetje afwisselen met het Bundesliga team. Dat we ook nog een beetje kunnen aanscherpen. Want ja, ik vind die spelers gewoon heel chill. Rafael met Weekend League. Dus tegen hele goede tegenstanders. 45 wedstrijden, 33 doelpunten, 23 assist. Vind ik persoonlijk niet slecht. Koning Pljanka, 25 doelpuntjes. En Bellarabi 19 doelpuntjes. Bij elkaar vind ik dit echt een heel goed Bundesliga team. Het kost maar 20.000, 30.000 coins. Uiteindelijk hadden we het gewoon kunnen maken van de pakketjes die we hebben gekregen. Maar het is een aanrader. Alleen wil ik dus voor jullie weten. Moet ik dit gaan verbeteren? Moet ik hier wisselspelers voor gaan kopen? En dan hiermee doorgaan in de divisies? Wil je juist dat ik wel doorga met Weekend League? Of wil je dat ik een nieuw team ga bouwen? Laat het achter in de comments. Dan ga ik die lezen. Een blauw duimpje zou tof zijn. Dit is de tweede upload van vandaag. De andere kan je ook nog kijken.
En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe aflevering van Never and Glory. Want ik ben hyped. Kom erop met die divisies. Joejoe!